grote paaseieren speurspel. 7 uur, 7 kerkdorpen, 7 eieren. Het grote paaseieren speurspel. Op tweede paasdag werd door Omroep Centraal het jaarlijkse paaseieren zoekspel gehouden. Vanuit de radiostudio kwamen de cryptische omschrijvingen waar de eieren lagen. In elke kern was er één verstopt. Wat zal ik doen? De eerste aanwijzing is, in deze kern speelt de laatste dagen van Christus na. Weet u het al, dan kunt u bellen naar onze studio. Hier zitten wij live aanwezig. Het telefoonnummer is 0492 366833. De familie van de Eend uit Geimert vond het ei in Merlezen. Bij de eerste wisten we in ieder geval dat we naar Merlezen moesten. Oh, dat is al heel snel. En doet hij elk jaar mee? Ja. Oké, okay. En met succes? Ja, zeker. In Elsendorp werd het ei gevonden door de familie van Hout uit Elsendorp. Met de luisteraars. En bij mij zit mevrouw van Hout met haar dochtertje. Hoe heet jij? Diede. Diede, hè? En Diede is 5 jaar oud en die heeft het ei gevonden in Elsendorp. Waar had je het gevonden? Waar lag het? Weet je het niet meer? Maar je hebt het wel fijn gevonden. Daar zijn we heel blij mee. Want dan krijg jij een mooie prijs van. Jos Verloon uit Geimert wist het ei in de rips te vinden. Ja, die is aanwezig en die zit hier in de studio. En dat is gevonden door? Jos Verloon. Oké, okay. En had je het ei makkelijk kunnen vinden? Ja, makkelijk. Vrij makkelijk. Bij welke aanwijzing wist je ongeveer waar je moest zoeken? Nou, we gingen centraal staan bij de Kuiweg. Ja. Dus konden we naar de mortel of naar de rips. En ja, het aantal inwoners of het oppervlak van het dorp was... Ja, de aanwijzing, dachten we. Ja, ja. In de mortel werd het zoeken door Ines Slegers uit Geimert beloond. De studio is aangesloten door familie Slegers uit Geimert. En de prijswinnaars worden steeds jonger. Hoe heet jij? Nina. En hoeveel jaar ben jij? 4. Zo, en wat heb jij het ei gevonden? Beide? Bij de toren. En de? Mortel. Goed. 1981 alweer. Dit is tot 6 uur centrale van live met het paaseieren zoekspel. Anne van Berlo doet al jaren mee en wist in Bakel waar het ei lag. En hier in de studio zit, zeg het maar, hoe je heet? Anne van Berlo. Oké, en waar heb jij je ei gevonden? Ik heb het ei gevonden bij het hockeyveld in Bakel. Prima. En was het moeilijk zoeken? In eerste instantie stonden we bij de voetbalvelden. Ja. En daar werd het steeds drukker en drukker, maar daar lag het niet. En toen zijn we een veld verder gegaan en... Toen had ik hem eigenlijk zo wel gevonden, ja. Het handelsei was voor de familie van Wetten uit Geimert. Het laatste ei lag in Geimert. Daar was de familie Laurensen Peters uit Geimert de snelste. Waar heb je het ei gevonden? Bij de Volksvriend, de molen. Oké. Okay. En was het naar de eerste of tweede aanwijzing? Naar de tweede aanwijzing zijn we daar naartoe gereden. Toen weet je al waar je naartoe moest. Ja. Nou, ik vind het heel fijn dat je mee hebt gedaan. Ik zou je hier prijs geven. Eet het lekker op, geniet ervan zou ik zeggen. Dank u wel. En op Fischat. Dank u. En tot ziens zou ik zeggen. Het grote paaseieren speurspel.